Vandaag heb ik een vrije dag. En gisteren zijn we bij de wok geweest, dus toen hebben we flink veel gegeten. En vandaag is dus een hele mooie dag om te gaan vasten. Dat doe ik zo nu en dan. Intermittent fasting heb ik een tijdje gedaan. En nu doe ik gewoon zomaar even vasten. Dat maakt het voor mij makkelijker, want inmiddels heb ik dus wel even ervaren hoe dat is. Om wel allerlei verschillende drankjes te kunnen drinken en daarin te kunnen variëren. Dus ik heb vanmorgen koffie gehad. Het is dus alleen vasten van eten. En ik heb nu een paar verschillende soorten thee in huis. Ik heb nu bijvoorbeeld deze thee. En deze thee. Deze hebben we ook nog in de kast staan. En ik heb ook deze. Dit is de koffie die ik drink. En dan heb ik ook nog deze. Deze vind ik niet zo lekker smaken. Maar ik kan ook nog een beetje van dit erdoorheen doen. Dit drink ik tegenwoordig best wel vaak. En misschien als je gaat vasten dat je alleen maar koffie of thee drinkt. Maar ik vind al heel wat als het bijvoorbeeld lukt. En ik neem wel een klein beetje hiervan. Ik probeer gewoon zo lang mogelijk vol te houden zonder zeg maar het nemen van dit soort dingen dus. En dan heb ik hier ook nog een stukje gember. Dit werkt wel goed tegen je hongergevoel. Hier kan je thee van maken. Ik doe dan een paar stukjes afsnijden en even onder de kraan afspoelen. En dan heet water erbij. En ik doe dit omdat ze zeggen dat het gewoon goed is. Of intermittent fasting, of gewoon soms even vasten. Wat natuurlijk ook nog kan, is dat je gewoon vast van bepaalde voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld brood, aardappels, rijst en wat zwaardere dingen. En dat je dan alleen maar groente en fruit eet. Ik vind het zelf wel leuk om een beetje te experimenteren met dit soort dingen. En kijken wat het met mijn gevoel doet. Best wel grappig. Het heeft best wel veel invloed op je stemming of zo en op je energie.